donderdagavond speelt Ajax tegen Panathinaikos, net als in 1971 toen de club op Wembley zijn eerste Europa Cup won. Keizer buitenom, zeer goed. Prachtig ingeschat, is het doelpunt! Ja, ja! 45 jaar later begint Ajax een Europese campagne met de eerste poolwedstrijd tegen de Griekse topclub. Wie kan er beter op deze wedstrijd vooruitblikken dan Yannis Anastasiou, zowel oudspeler van Ajax als voormalig trainer van Panathinaikos. En waar kun je in Nederland beter vooruitblikken op een wedstrijd in Athene dan in een Grieks restaurant? De huidige trainer van Rode JC ging daarom naar Meidrecht naar het restaurant van zijn naamgenoot Yannis Mitropoulos, die in zijn vrije tijd trainer in het amateurvoetbal is. Onder het genot van een hapje en een drankje bracht Anastasiou de kwaliteiten van Panathinaikos stap voor stap in kaart. De kracht is de publiek, is de supporters. Ze maken gewoon een geweldige sfeer daar. Het is een echt voetbalstadion. Je voelt gelijk de druk aan. En de spelers hebben altijd, ze zijn geprikkeld, positief. En de druk naar de tegenstander is altijd groot. Twee seizoenen geleden speelde PSV in de heksenketel van Apostolos Nikolaidis, toen Anastasiou nog trainer van Panathinaikos was. Na het vertrek van Anastasiou uit Athene eind vorig kalenderjaar werd het roer flink omgegooid. Niet meer het inpassen van eigen kweekstond verholpen, maar het massaal binnenhalen van ervaren spelers. Niet minder dan 19 nieuwe spelers. En één van hen is de Colombiaan Ibarro. Hij is een gevaarlijke speler. Hij kan altijd in spelen dat kan de tegenstander problemen kosten. Ibarro speelt in de aanval naast een oude bekende, Marcus Berg. Laatst voor Zweden nog scoren tegen Oranje en in een ver verleden tegen Ajax. Berg is een van de oud-gedienden, net als een aantal middenvelders. Ja, ze hebben een Argentijns middenvelder, Ledesma, aanvallend middenvelder. Hij heeft vroeger bij Lazio gevoetbald voor jaren in het Campionato in Italië. Zeca, aanvoerder. Het is echt ongelooflijk hoeveel energie brengt deze jongen in het team. En vaak is ook met zijn druk naar de bal toe. Ja, dat is, is geweldig. Een spelmaker is die, Sebastián Leto, Argentijns. Zoveel hoog mee, hij gebruikt goed zijn lichaam, hij kan goals maken. Zou zo'n broer kunnen zijn van Daniel de Ridder? Ja, zou kunnen, ja. Knappe jongen. Je bent speler van Ajax geweest, je bent trainer van Panathinaikos geweest. Voor wie ben jij? Ja, zeg ik ben. We zijn beide gewoon mijn grote liefde. Dus het is moeilijk om te zeggen. Dus ik ga niks zeggen. Dus je moet gewoon echt bikkelen en echt vechten. En dan moet alles doen om de wedstrijd te winnen. Want met mooi voetbal zeg het zeker, wordt moeilijk. We hebben vandaag geen menu op de kaart staan, maar we hebben een speciaal bord voor jou hier. Yannis, is dit het tactische plan? Op bord is altijd makkelijk, hè? Om te praten en om de mensen laten zien. Maar op veld is altijd anders, het is altijd moeilijk. Ik denk dat Ajax moet gewoon hetzelfde systeem blijven spelen. 4-3-3. Want in aanval, wat gaan ze achter doen? Bij Panathinaikos, ze gaan niet durven 1 tegen 1 achterin spelen met de snelheid dat Ajax heeft voorin. Dus ik denk dat ze altijd de backs, ze hebben deze rol. Het centraal de as dichtmaken en gaat gewoon dit worden 5 tegen 3 hier. Ja, en dan is de kwestie van Ajax hoe kan gevaarlijk worden. En deze twee moet altijd diep is. En vaak de spits van Ajax komt naar de bal toe. Dus als hij komt naar de bal toe, dan moet gewoon lopende mensen hebben. Wat ik mis van Ajax, mis ik de steekpassen. Dan wil ik steekpassen naar de linksbuiten. Of naar de rechtsbuiten, of daarna kan zelf scoren, of kan de bal naar de penalty brengen. En dan komt de spits of iemand van de as en kan scoren. Als Ajax proberen ze met steekpassen te spelen, denk ik dat heeft een beter resultaat tegen Panathinaikos. Ajax heeft de snelheid, technisch zijn fantastisch, die jongens, goede topkwaliteit. Maar aan de andere kant, de tegenstanders hebben ervaring, ze hebben ook meer kracht, meer fysieke kracht. En dat gaat gewoon, zien. Maar ik durf nu te zeggen 50-50. En hoe Ajax het tegen het 5-3-2 systeem van Panathinaikos gaat doen met zijn ervaren middenveld en zijn berensterke verdedigers zal donderdagavond blijken. Yannis en Yannis toosten alvast op een goed seizoen. Ja, een fantastische wedstrijd, Panathinaikos tegen Ajax. Yannis.